Goedendag mensen, het was eigenlijk een prima dag met heel veel zon en eigenlijk een schone lucht. Met ook hier bij de mediacentrale in Groningen prima weersomstandigheden om even een wandeling te maken. Want in de zon en uit de wind voelt het goed aan. Maar die temperatuur die gaat vanavond en vannacht nog wel weer een stuk naar beneden. We kijken even naar de weerkaart. Ik heb minimumtemperaturen staan tussen min 5 in het noordwesten en in het zuiden van Groningen. En in het oosten zakt het kwik tot min 8. Daarbij is het rustig met een zwakke tot matige wind uit het noorden. Ik denk dat er hooguit een enkele mistbank kan ontstaan. Ook morgen krijgen we de zon weer te zien. Maar we hebben wel meer bewolking in de loop van de dag. En vanuit het noordwesten tot noorden krijgen we van zee waarschijnlijk ook een aantal sneeuwbuitjes in de provincie. De temperatuur die komt te liggen overdag zo rond 2 of 3 graden. En die wind is matig tot vrij krachtig. Windkracht 5 aan de kust uit het noordwesten tot noorden. Donderdag hebben we denk ik ook een hele mooie dag met de zon en af en toe stapelwolken. Het is rustig met een zwakke tot matige wind uit het noorden. En ja, ik verwacht eigenlijk ook een droge dag met temperaturen. Hetzelfde eigenlijk als morgen, 1 tot 3 graden. En ja, het is inmiddels maart, maar voor maart geldt, sneeuw en vorst in maart is voor de lente niet veel waard.